Oh. Ja. Nee! Don't try this at home. Ja hoor jongens, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik denk ik het heftigste doen wat ik tot nu toe ooit op mijn YouTube kanaal heb gedaan. Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Daan van Marcus en vandaag ga ik de California Reaper Challenge doen. Dit is de heetste peper ter wereld en ik ben echt super bang. Ik voel me normaal altijd echt een mannetje, maar vandaag ben ik eerlijk gezegd echt best wel zenuwachtig. Voordat ik ga beginnen met deze challenge moet ik me even omkleden. Ik ga wat grijs aandoen, zodat als ik ga zweven dat jullie het ook heel erg kunnen zien. Dus ik ga even switchen. Hey jongens, nu ben ik er bijna klaar voor. Maar waarom kijk je naar mijn ketting? Ik weet dat jij er ook eentje wilt. Jongens, deze kettingjes zijn van Forge Lone en hebben afgelopen week een nieuwe collectie uitgebracht. Ik vind deze kettingjes echt heel erg dope. Hier zie je een fotootje van mij, die ik ook op mijn Insta had gepost. Dit zijn ook nog twee sieraden. Hier eentje in het goud en hier eentje in het zilver. Ik vind hun echt hele nice sieraden hebben. Dus wil je ze checken? Link staat in de beschrijving. Yes jongens, de California Reaper. Dit is dus de heetste peper ter wereld. Ik had laatst een hete peper challenge gedaan op Anthony's kanaal. Dit ging er ongeveer zo aan toe. Fuck! Nee, ik ben niet goed. Fuck! Ik ben niet goed, ouwe. Toen hadden we nog niet zulke hele extreme pepers. Gewoon pepertjes die je bij de Albert Heijn kon kopen. En deze peper kan je niet eens in de winkel kopen. Deze moet je online bestellen. Op de schaal van pittigheid staat deze op 1,6 miljoen. Echt niet normaal. Voordat ik hem ga uitpakken moet ik wat handschoentjes erbij doen. Want als ik dit in mijn oog krijg, dan ben ik volgens mij voor de rest van mijn leven blind. Dus dat wil ik echt niet. Are you fucking kidding me? Moet je gelijk mijn huis even schoonmaken? Je moeder rent er niet. Ik ga de peper nu uitpakken en ik wil deze video zo rauw mogelijk houden. Ik wil echt dat jullie mijn reacties zien. En ik wil dat jullie echt meeleven met de pijn die ik ga lijden in deze video. Want geloof me jongens, dit gaat heel erg veel pijn doen. Oh, dit ruikt echt naar Satanse hart, ouwe. Jezus. Oh my god. Ik heb gehoord dat deze peper op zijn heetst is na 6 minuten. Dus ik ga proberen om 6 minuten nog geen ijs aan te raken. Want ijs helpt het beste. Dat heb ik ook al ervaren bij Anthony's video. Oh, het hartje van Satan in mijn hand. 3, 2, 1. Dit is zo gek, dit is zo gek. Oh nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee. De hik. Holy shit. Holy shit. Ik pak het ijs. Pak het ijs. Snel. Ja. Nee. Sorry jongens. Oh! Oh! Voor als het misgaat. Stay strong, man. Come on. Ah. Ah. En het zit nog niet eens op zijn ogen. Ik ben weg. Kijk deze man even lijden voor dit. Knal even op je like voor deze man. Kijk. Ah, mijn zon. Oh, er is zoveel pijn. Ah!
Oké. Holy shit, man. Dit is echt een hemel wat ik ooit heb gedaan. Praten doen zoveel pijn. Ik heb nog nooit zoveel pijn gehad. Ik vind het knap dat je het overleeft, man. Bruh. Ik maak me zoveel pijn. Ja? Ja, ik heb zoveel pijn, man. Het is zoveel pijn. Uitademen. Kan niet. Tering. Ja, man, je hebt nu 6 minuten in je systeem. Holy shit. Hij kan gewoon niet een paar seconden zonder ijs, zo erg is het. In mijn challenge hadden we al die Ajuma paper. Dat was echt, echt al echt afzien. En dan is dit ongeveer keer 10. Zoveel pijn in mijn hoofd. Ja. Ja, mijn hoofd, man. Wat deze man niet allemaal voor jullie over heeft. Er zijn mensen die dit niet eens voor 1000 euro doen. Kom op, man. Stay strong, stay strong. Het helpt nog allemaal. Je brandt gewoon door het ijs heen, joh. Oh mijn god. Ja, je ogen zijn ook gewoon vuur, hoor. Het voelt alsof ik kanaal ben genomen door Satan. Ik voel het wel iets minder. Ik ga wel beter. Ja, man. Je zit al bijna 10 minuten in. Holy shit, man. Morgen op het toilet wordt een hel. We moeten weer naar Gamma. Godverdering. Nee. Ja. Hoezo? Oh, dat kan haast niet. Oh, ik moet nu weer zo verpittigen. Oh. Naar boven. Ik heb een halve bak uitsel. Ik zeg eerlijk, maar ik ben best wel blij met de uitkomst. Je weet nog nooit, zeg, mag je echt op de intensive care of zo? Ja. Dat dacht ik echt hoor, in het begin, van hoe de fuck. Ja. Ik dacht echt, ik ga dood. De bonusverrassing voor jullie was dat hij hem ook even langs zijn reet ging halen. Oei, oei. Dat ga ik niet doen hoor. Ik kan de komende maand niet meer zitten, godverdomme. Ja, is dat ook pijn? Net alsof ik vuur spuw. Satan heeft echt een grote lul. Ja hoor jongens, voordat we gaan naar deze afsluiting wil ik jullie echt allemaal thuis nog even zeggen dat je dit niet moet gaan nadoen. Niet alleen het eten van deze peper is verschrikkelijk, maar ook de nacht erna was echt een horrornacht. Ik heb zoveel pijn gehad aan mijn buik, ik heb gewoon niet kunnen slapen en ik dacht echt dat ik naar de eerste hulp moest. Dus ik wil echt niet dat een van jullie dit ook mee gaat maken. We gaan nu naar de afsluiting. Yes jongens, ik heb even mijn tijd genomen om bij te komen. Het heeft in totaal iets meer dan een half uur geduurd voordat hij helemaal was uitgewerkt. Dus dat was echt lang. Ik heb nu eindelijk geen ijs meer nodig om het te kalmeren. Dus ik ben echt blij dat ik er nu echt vanaf ben.
Morgen wordt wel nog echt een hel als ik de pot ontmoet. Maar ik hoop zeker dat het het waard was. En ik hoop ook zeker dat jullie hebben genoten van deze video. Vond je het een toffe video? En vond je het leuk om mij te zien lijden? Doe even dat duimpje omhoog. Abonneer voor meer van dit soort heftige content. Hebben jullie nog aanraders voor mij wat ik volgende keer moet doen? Let me know. En ik hoop dat ik jullie volgende week weer zie. Het was een later. Make this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose.